zeker met de bal aan zijn voeten. Misschien op lange afstanden echt sprinten zonder bal. Misschien Memphis. Maar ik denk met bal Arjen. Nou, ik denk Van Persie is altijd wel technisch. Mooie linkerpoot. En dat hij wel, denk ik, puur technisch, dat hij wel... Ja. Ik denk dat met Philip Cocu wel in die beginfase, dat ik daar wel echt heel veel wijzer van ben geworden. En dat hij mij wel echt opgenomen, samen met Frank de Boer binnen de selectie. En die hebben me wel heel veel dingen meegegeven wat ik uiteindelijk wel nodig had ook om verder te gaan, weet je wel. En ja, die waren daar wel heel bepalend in het begin. Arjen Robben. Die had voordat de wedstrijd begon, had hij al een wedstrijd erop zitten in de kleedkamer. Dus hij was helemaal bezweet en was hij... we stonden met de bus te wachten om naar Katwijk te rijden. Dan moesten we op Robben wachten, want die kwam net uit de gym. Nigel de Jong was altijd wel heel erg aanwezig, dat op zich. En Kuiten. Die kwam binnen met een big smile en die ging weg met een big smile. En daartussen gebeurde van alles. Ik was veel in duo met Heitinga. Met Frank de Boer niet. Nee, Frank de Boer niet. Nee, anders zou je zware ruzie krijgen. Die kwam zelfs bij ons kijken. Ging die achter je staan en dan was je gewoon te bang om een kaart op te gooien. En dan pakte je zo'n kaartbeet en dan... we gingen weer naar een andere. Ja. Nee, daar wilde je nooit partner mee vormen. Dat is meer met in die grappenperiode dat mensen te laat kwamen. Dat was Van der Sar, die wilde je geen moppen horen vertellen. Dat duurde 3 dagen. Davids, Heitinga, Nigel, ja, dat waren die hadden niks mee te maken, training of niet. Nou, ik heb altijd gezegd dat Frank de Boer dat het hier heel erg dat in zich had, altijd al, wat ik heb gezien. Weet je wel. Maar als ik echt kijk van nu, ik denk Bommel. Ja, gewoon omdat hij straalt het uit. Goede voetbalvisie, heel makkelijk in de omgang met mensen, jong, oud, het maakt hem niks uit. Dus ik denk dat hij is een geboren trainer.